Een man van 27 uit Tongeren heeft in dronken toestand twee beelden vernield uit de kerststal van Diest. Slachtoffers zijn Jozef en de os. Het incident gebeurde om 3:30 s'nachts. De man ging erna, al lachend, gewoon weer op café. Ik wil hem het vergeven. Ik weet niet wat hem bezield heeft, maar ik vind het jammer. Het is ook niet de eerste keer dat zoiets gebeurt in Diest. 2 jaar geleden werd het beeld van kindje Jezus al eens onthoofd in dezelfde stal.